Goedemiddag, mevrouw, meneer. U staat hier met het prachtige glas in uw hand. Uiteraard. Wat vindt u dat deze dag deze middag georganiseerd wordt? Nou, ik moet zeggen dat ik dat vanuit de winkeliersvereniging als gewezen winkelier in Baren wel een heel leuk initiatief vind. En dat moeten ze zeker blijven doen. Dus wat mij betreft ben ik er ieder jaar bij met weer een volgend glas. Ja, dit is de tweede keer dat het georganiseerd wordt. Was u vorig jaar ook hier? Nee, vorig jaar was ik hier niet. Nee. Dit is de eerste keer voor mij, maar ik vind het heel gezellig. U bent een beetje een wijnkenner, of niet? Nou, niet echt. Ik lust het graag, maar een kenner, nee. En kiest u voor rode of witte wijn? Ik kies altijd voor rood, ja. Ja, dat is mijn levenselixer. Ja, het is ook een speciaal glas, hè, als ik het goed had begrepen. Een speciaal glas, ja. In die zin dat het paard van hier, wat hier op de brink staat, is erop gegraveerd met vorstelijk proeven. Dus nou, daar doen we graag aan mee. Ja. Gert Wim Hogeveen, nou, het is gezellig drukte in het dorp. Wat is er aan de hand? We hebben vorstelijk proeven. Vorig jaar zijn we daarmee begonnen. Is de eerste keer geweest. Dit jaar het vervolg. En ja, we hebben het weer mee. Het is hartstikke mooi weer. En er zijn veel wijnhandelaren en winkels die open zijn. En je kan een glas kopen voor €5. En met dat glas kan je langs alle barretjes in de Laanstraat en op de Brink om overal wijn te proeven. En als die lekker is, kan je hem kopen ook. Ja, je zegt vorig jaar is het begonnen. Hoe ben je tot het initiatief gekomen? Ja, we hebben het ergens gezien een keertje in een andere vorm. Dat je de winkels in moest om wat te drinken. En wij hadden zoiets bedacht met elkaar van nou, het is gewoon veel leuker om het buiten in die hele straat te doen. En een soort leuk dorpsevenement van te maken. En ja, dit jaar doen er veel meer restaurants ook mee. Dus er zijn wat meer hapjes en langzaam willen we het elke keer wat uit laten breiden. Dus alle andere winkeliers waren wel enthousiast? Ja. Naar je idee? Ja. En natuurlijk is het altijd spannend als je begint. Dus vorig jaar was het eventjes kijken wat gaat er gebeuren. Iedereen zag dat het hartstikke mooi was en goed was. Dus toen, ja, nu merk je gewoon dat daar heel veel enthousiasme voor is. Ja, je noemde het al, mensen kunnen glas kopen. Ja. Vorig jaar stond het Paleis Soestdijk erop. Wat staat er nu op? Dit jaar staat het Drink het Paard erop. En van het beeld van de Brink. En we gaan elk jaar gewoon iets uit Baren nemen wat op dat glas komt, zodat je ze ook mooi kan sparen. Het zijn elk jaar dezelfde glazen, dezelfde grootte, zodat het leuk is om te verzamelen ook. Ja. Dus volgens mij, je praat er al over dat het volgend jaar weer is? Als het goed is, gaat het door. En helemaal zoals het nu is. Proost. Zoals het nu is, het is gewoon hartstikke gezellig in het dorp. Iedereen komt elkaar tegen. En, superleuke sfeer is dat. Ja. Ik begreep dat u speciaal voor dit vorstelijk proeven naar Baren komt. Heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Wij komen wel oorspronkelijk uit Baren, maar wij zijn al 10 jaar weg uit Baren. We wonen op de Schelling. En we hebben vorig jaar voor het eerst dit evenement meegemaakt. Vonden we heel erg leuk. Dus het is voor ons een soort klein reunietje, zal ik maar zeggen. Maar ook wel heel erg leuk, omdat we heel gek met wijnen zijn. Dus vandaar dat we er speciaal voor overgekomen zijn. Ja. Nee, maar hoe vindt u dat het georganiseerd wordt? Heel erg leuk. Het is met veel aandacht aan besteed. En als het weer meewerkt zoals vorig jaar, is het geweldig. Het is helemaal leuk. Dus daarom komen we speciaal hiervoor. Dus helemaal leuk gedaan. Ja, goed georganiseerd. En de klanten die vandaag komen proeven, waar geven die een beetje de voorkeur aan? Dat is heel gemengd. In vergelijking met vorig jaar, toen werd er vanwege het nog warmere weer werd er heel veel wit gedronken. Nu wordt er toch ook veel rood. En opvallend is dat er heel veel naar rosé gevraagd wordt. En we hebben gelukkig staan. Oh, dus het is ook nog het weer weerafhankelijk wat je drinkt? Wijn is heel weersafhankelijk. Je ziet wel een verschuiving dat rosé meer door het hele jaar heen gedronken wordt. Omdat het culinair best goed inzetbaar is. Past bij heel veel gerechten. En ook bij kaasplanken past het goed. Maar hoe kouder het wordt, hoe meer rood dat er gedronken wordt. In ieder geval vollere, zwaardere wijnen. En wat is er op wijngebied? Ja, ik zei al, ik ben echt een leek op het gebied. Komt daar ieder jaar ook weer wat nieuws bij? Nieuws is niet zo snel. Maar je ziet verschuivingen. De laatste jaren neemt rosé enorm toe. Gaat wat ten koste van de omzet van witte wijn. Want daar is de vervanging voor qua drinkmoment.
Maar ja, je ziet wel verschuivingen naar landen die op een gegeven moment eens populair worden. Zuid-Afrika is jarenlang populair geweest. Je ziet Chili is heel erg en Argentinië is heel erg in. En Duitsland, droge Duitse wijnen komen enorm op. Is het ook zo, hoe duurder de wijn, hoe lekkerder? Nee. De kwaliteit van de wijn is vaak beter. Maar dat heeft niets met de lekkere smaak te maken. Als jij dat niet lekker vindt, een bepaalde smaak, hoe duur die ook is, dan blijft die wijn niet lekker. De flessen die ik zie staan vind ik eigenlijk wel het mooiste qua uiterlijk. Ja, nou, dat zijn hoe ze. Komt dat? Dat zijn ze ook. Het zijn jonge wijnen uit Zuid-Afrika. En die gaan voor de naam No House Wine. En de naam No House Wine, dat slaat erop dat een deel van de opbrengst van deze wijnen, die komen ten goede om weeskinderen in Zuid-Afrika onderdak te bieden. No House Wine, hè, weeskinderen, geen huis, om die een huis te gaan bieden. En wat voor wijn is het? Een rode wijn, witte wijn? Het zijn is een rode wijn, een witte wijn en een rosé. En dan in de etalage ziet u ook nog twee fonkelwijnen. Fonkelwijnen, wijn met bubbels, een soort champagneachtig, cava. En in een witte vorm en in een rosé vorm. Als je nou bijvoorbeeld een glas rode wijn schenkt, wat kun je daarbij eten? Eigenlijk is dat persoonlijk. De een die vindt een zware rode wijn, vindt hij lekker. Dat kun je bijna zien als een soort portachtig. Doe daar een lekker kaasje bij. Of we gaan dadelijk weer het wildseizoen in. Stukje wild. Bij witte wijnen zijn hele makkelijke, ongecompliceerde tafelwijnen. Daar kun je alles bij eten. Vis, pasta gerechten. De tijd voor rosé loopt een beetje op zijn eind. Dat doe je meer in het voorjaar en in de zomer. En dan weer in de voorjaar zomer met salades, lekker buiten zitten, rozeetje, ongecompliceerd. Je bent een beetje een wijnkenner? Ja, een beetje, ja. Ik heb liever één glas waar ik van geniet dan een flesje als limonade drinkt, ja. En ik begreep, u komt niet uit Baren, maar speciaal voor deze? Rijsseholte. Dat is een heel andere kant. Ja. Help me even op aardrijkskundig gebied dan. Het is Deventer voorbij op de A1. Ja. En dan kom je Kolmsgaten. Deventer en Almelo in. Daar wonen wij. Ja. Nou ja, en nu heeft dat het glas een beetje als aandenken aan Baren. Ja. Want het mooie paard van de Brink staat erop. Ja, dat had ik al gezien, dat paard. Maar ik begreep de bedoeling er niet van. Maar dat hoort hier thuis, dat paard. Ja, die staat op de Brink, ja, daar in het midden van het dorp. Ja, we zijn er keer eerder geweest, er waren die orkestjes die optraden, alleen muziek en zo daar. Ja, dat kan natuurlijk ook. De lekkerste, wat heb ik nog niet gefilmd? De lekkerste proefster heb je nog niet gefilmd. Bij deze toch? Ja, hij is leeg. Ja, kans gemist. Het is jammer. Ze waren erg lekker namelijk. Zo. Het was echt het lekkerste glaasje. Ja, het lekkerste glaasje tot nu toe. En wat was het? Een Jura. Australisch. En de Chenin Blanc. Heerlijk. Het schaapjeswijn was hier ook. Het schaapje was ook niet zo.